Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, vergeet die duurtraining, maar ga alleen maar je intervaltraining doen. Dit klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. Ze zijn alleen maar fantastisch. Waarom doen we eigenlijk niks anders dan 3 keer in de week 30 seconden sprintjes? Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Teeffelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over HIIT-intervaltraining. De manier om fit te worden in minder tijd. Intervaltraining en zeker HIIT, de high intensity variant, is hot. Niet alleen bij doorgewinterde atleten die hun explosiviteit willen verbeteren, maar ook bij beginnende sporters die in korte tijd sterker en fitter willen worden. Wat is het bewijs dat intervaltraining de gezondheid en de sportprestatie effectief op kan krikken? En wat is dan de beste manier om die intervallen uit te voeren? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Gerrit. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Ja. De Slimmer Presteren Podcast duikt weer in een onderwerp waar veel over te lezen, te schrijven, te Facebooken en te Instagrammen valt. Zeker. Intervaltraining. Ja, en HIIT. Maar zeg jij HIIT of HIIT? Ja, je hebt mij net in de intro gewoon lekker HIIT horen zeggen. Maar is het HIIT? Ja, je schrijft H-I-I-I-T. Ja. Staat voor High Intensity Intervaltraining. Klopt. Ja, wat zeg jij? Ik zeg ook HIIT. Wat zegt de community? De community, ja, ik lees alleen maar dingen. Ja, en dan nou eigenlijk... Heb je geen leuke YouTube-vlogs gekeken? Van HIIT. Van Fit Girls. Ik denk een beetje HIIT. Laten we het daarop houden. Ja. Maar ik kom er wel achter dat wetenschap kijkt daar ook nog wel, maakt daar gradaties in. Niet alles is zomaar HIIT. Je hebt ook SIT. En je staat voor HIDIT. En daar komen we allemaal nog wel op terug. Ja, want we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag intervallen. Wat is dat? Ja. Hoe werkt het? Waarom zou je er sterker en sneller van worden? En dan uiteindelijk op zoek naar zo'n wat praktische tips. Ja. Hoe doe je dat dan op de goede manier? En dat gaan we aan het einde van deze aflevering ook weer even vragen aan onze sportarts en topcoach Guido Vroemen. Ja, we hebben ook wat mails hierover gehad. Ik kan me herinneren, Tim Mosmans ooit. Die had, volgens mij stuurde hij wat door over de CrossFit. En of dat dan degene die het beste zijn in CrossFit, of dat dan ook de fitste mensen zouden zijn. Oh ja, na aanleiding van het wereldkampioenschap CrossFit. Ja. Maar CrossFit en intervaltraining zie ik niet meteen als hetzelfde. Wat heeft dat met elkaar te maken? Volgens mij is CrossFit allemaal korte stukken waarbij je verschillende sporten natuurlijk afwisselt. Ja. Maar het is allemaal in ieder geval niet... Ja, dat je langdurig, urenlang op met één ding. Het is in die zin, ik zie CrossFit altijd meer als een variant in de sportschool... waar je niet aan apparaten werkt, maar veel meer met je eigen lichaamsgewicht en belts en touwen. Maar ik zie dat ook als intervaltraining eigenlijk. Ah, ja, oké. Nou, dus dat is een beetje, denk ik... om definitie. Ja. Nog over aanleidingen. Wij werken samen met een aantal dames die ons ook helpen met de online marketing... van Strooploos uit Tilburg. Toen wij een aantal jaar geleden begonnen, hadden zij nog helemaal niks met sport. En afgelopen najaar zei ze tegen me, nou Gerrit, we zijn ook aan het sporten. Ja. Zij zijn dus ook in een of andere HIIT sportschoolachtige omgeving terechtgekomen... waar ze met een muur, met allerlei data, afwisselend oefeningen moeten doen... en dan weer heel hard de hartslag omhoog op een fiets. Nou, het is een heel totaal concept. Volgens mij heeft Jeffrey Jansen, die heeft daar ook wel eens wat over gezegd. Het is ook een luisteraar, die is heel erg van de Fit20. Ja. Dat is volgens mij fit worden in 20 minuten. Okay. Ik weet niet of dat de variant is waar je niet... Dat is een van de beloftes die hier omheen hangt. Dat je in minder trainingstijd meer effect zal bereiken. En dat is natuurlijk het hele idee erachter waarom het populair is. En waarom het vooral in het begin van het jaar nu toch wel wordt aangemoedigd om juist die mensen die niet aan sport doen of er weinig mee hebben. En zeggen, ja, maar ik heb er ook de tijd niet voor. Dat ze zeggen van ja, maar hier is een variant. Doe dan dit. Ja, met weinig als, tijd toch fit worden. Ja. En volgens mij zijn er ook op een bepaalde manier hoef je niet eens je sportkleren aan te doen. Dan kun je gewoon, omdat dat allemaal, dat zijn drempels voor mensen. Hè. Je moet spullen misschien aanschaffen, je moet je omkleden, je moet douchen. Dat je zelfs in je gewone kloffie, daar komen we nog op. Dat zijn een beetje de snack-exercises, noemen ze dat tegenwoordig. Snack-exercise? Ja, leuk woord. Exercise snacks. Ja. Dat je op die manier het ook uit het sporten trekt eigenlijk. Het is gewoon even een stukje bewegen of in beweging komen. Mooi. Maar goed, de wetenschap. De wetenschap begint altijd met goede definities zetten. Ja. Laten we dat in deze podcast ook doen. Ja. Intervaltraining om te beginnen en dan al die smaken. Interval is een stukje in beweging bent en een stukje rustig aan doen, een stukje in beweging. Dat je de afwisseling tussen hoogintensief en laag. Ja, en dan heb je het al. Jij noemt het hoogintensief. Dat is inderdaad de belofte van HIIT. En dan gaat het om, waarbij dan de hoogintensieve is tussen de 1 en 5 minuten, waar je actief bent. Ja. En dan gaan ze vanuit, dan moet je wel minimaal zo'n beetje vanaf 90% van je VO2 max, je maximale zuurstofopname. Okay. Als indicatie van hoe intensief is dat dan. Ja. Of dan zeggen ze 70% van je maximale vermogen. Je hoort het al, dan moet je eigenlijk inspanningstest hebben gedaan om die drempels te kennen. Ja, of, want ik wilde het ook al naar die snack-exercise mensen in hun gewone kloffie. Als je 90% van je maximum zit, ben je heel hard aan het hijgen. Ja, toch? Precies. Dan kan je niet meer praten en dan ben je gewoon hijgend aan het sporten. Ja, dus we hebben het al in het verleden gehad over de verschillende intensiteitsdistributie waarop je traint. Hè. Ja, aflevering 89. Zetten we even een linkje in de show notes. Ik weet niet, de meeste mensen praten die ik hoor steeds over 5 zones. Ik praat gewoon eigenlijk over 3 zones. Okay. Met je verschillende drempels. Nou, ga er maar uit. Voor HIIT ga je boven de anaerobe drempel, lactaatdrempel, omslagpunt. De tweede ventilatoire drempel. Dat is alles waarboven je eigenlijk dat je niet langer dan een paar minuten, 5 minuten volhoudt. Ja. Omdat je eigenlijk zegt bij die tweede drempel, die kan je minimaal 20 minuten volhouden. Dat is eigenlijk die... minimaal? Maximaal bedoel je? Nou, de functional threshold power wordt daarmee... Dus dat is wat je langere duur kan volhouden. Ja, nou, ga je daar overheen? Ja. Nou, en dan kom je dus in het intervalgebied waar we het nu over hebben. Ja. En is dan die tegenhanger in die interval, dus 1 tot 5 minuten heel intensief. Dus boven al die drempels, hoe je ze ook definieert en noemt. Ja. En dan die andere is dan ook niet in die middenzone, maar laag. Is rust. Nee, dat zit hem eigenlijk in vanaf onder de 1 minuut hebben ze het over sprintintervaltraining. Ja, en dan ga je ik bedoel nu de contra. Hè? Dus als ik dus intensief heb gedaan, wat staat daar dan tegenover? Is dat per se altijd helemaal rust of is dat niks doen? Niks doen, wandelen. Ja, echt in ieder geval naar 1. Zon, zeker, dat is een goed punt. Ja. Nee, dus dan onder de 1, het praat ze over SIT, een sprintintervaltraining. En dan vaak 30 seconden en dan ga je echt all out. En dan zit je eigenlijk aan je maximale zuurstofopname ook, puur VO2 max. En dan heb je het ook nog over repeated sprint training. Nou, dan ga je eigenlijk maar 20 seconden sprinten. Ja. En dan neem je best wel lang rust, weer 20 seconden. Dus dat is met die sprintintervallen is... even terug. De hits is vaak... Je gaat bijvoorbeeld 5 minuten redelijk vol. En dan is je pauze ongeveer de helft van die tijd. Hè? Ja. De helft tot 2/3. En dan heb je dus, HIIT is iedere keer intervaltraining. Ja. En dit is dan HIIT, oftewel high intensity intervaltraining. 5 minuten, ongeveer de helft van rust. Ja, en dan weer 5 minuten. En een andere variant, die noem jij SIT. En dat is eigenlijk intervaltraining. En dan ga je veel korter, dan ga je echt voluit sprinten. Ja. 20, 30 seconden en dan neem je wat langer rust. Okay. En dan hoeft dan niet aan de helft, want dan ben je al helemaal gaar. Ja. Dat zijn eigenlijk toch de 2 varianten waar de wetenschap zich mee bezig gehouden heeft. En uiteindelijk ga je naar de praktijk kijken. Dan is er denk ik wel ontzettend veel overlap. En ook in deels in de praktijk van de mensen die nu die sportschool ingaan en dat Fit20 doen. En op alle de Milan Circle kom ik tegen. allemaal manieren, eigenlijk korte oefeningen van, nou, pak een beet, een minuut, een paar minuten, misschien wel heel kort, waarbij je inderdaad even gaat hijgen, flink heet krijgt, warm krijgt, zweten, moe bent, rust neemt en dan de volgende gaat doen. Dat kunnen ook burpees zijn of squats of lunges of noem maar op. Ja. Of op de fiets inderdaad, de Wingate doen. Dat hoort daar allemaal eigenlijk bij. De Wingate-test is wat die schaters continu doen om te kijken hoe goed ze ervoor staan. Eigenlijk een hele snelle manier om te bepalen hoeveel vermogen jij kan trappen maximaal. Okay. En vooral in schaatsland gebruiken ze dat als de test eigenlijk om erachter te komen. Ja, hoeveel explosiviteit. Maar is dat dan 30 seconden of is dat gewoon maximaal kijken hoe ver? Ja, 30 seconden. Oh, ja. 20, 30 seconden. Ja. Dan heb je ook weer, ja, dat is gewoon het hele probleem. Zolang je dat niet goed opschrijft, definieert. Ja, ene doet het net even anders dan de andere. Ja. Waardoor je soms studies of metingen niet met elkaar kan vergelijken, maar... Dus de essentie is intensiteit, interval, afgewisseld. Jij zegt al, we hebben HIIT, we hebben SIT. Hebben we nog andere IT's? Hebben we nog andere varianten? Ja, ik kom straks op de HIDIT. Maar dat is eigenlijk een variant van de HIIT. De HIDIT. Waar staat dat en voor? En dat is de High Intensity Decreasing Interval Training. Waarbij je dus je intervallen niet constant houdt, wat vaak gebeurt, maar laten aflopen. Okay. Nou, er is recent wat onderzoek naar gedaan waarom dat dan toch superieur zou zijn ten opzichte van de klassiekere hits, waarbij je eigenlijk vast omlijnde periodes neemt voor je... Ik geloof dat ik afgelopen week zo één in mijn schema heb zien staan van Guido Vroemen. Dus dan moeten we straks maar eens even aan Guido vragen waarom dat zo was. Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd van wat jouw intervallen, hoe zien die er eigenlijk uit? Ja, mensen die mij volgen op Strava, en als je dat niet doet, mag je gewoon doen. Ik accepteer iedereen en ik volg iedereen terug. Die zien dat het meestal dinsdag is, intervallendag is. Dus één dag in de week lopend, in ieder geval, staat er een intervaltraining op het programma. Met echt inderdaad intensievere intervals. Er staat veel rustige duur, hebben we het vaker over gehad. En vaak in het weekend nog wel een keer een critical power tempo run, noemt hij dat. Mm-hmm. Dat, ja, ik weet dan niet of dat interval is. Moeten we maar eens aan hem vragen zo. Maar dan moet ik blokken. Tegen mijn drempel aanlopen en dan ook weer blokken rust. Ja, dat zou het nog niet zijn. Maar dat is dus niet intervaltraining, want dat is niet intensief. Nee, precies. Nee. Je moet echt over die critical power heen. Ja, dat doe ik één dag in de week. En als we straks echt weer in de triathlon-training gaan, want we zijn nu even full focus op Marathon Rotterdam, dan is vaak op dinsdag de hardloopintervaltraining en op woensdag de fietsintervaltraining. Nou, ik ben gisteren bij de UATT geweest. Ik heb mijn eerste triathlon-team. Mijn eerste training mogen verzorgen. Dat is dus nu, als dit uitgezonden wordt, net anderhalf week geleden. Denk ik En toen, dat stond deels al op het programma. Die zijn, dat is eigenlijk toch wel de intervaltraining voor de meesten. Daar stond eigenlijk 4 keer 1 minuut rennen dus. Ja. Waartussen dan 1 minuut wandelen. Oh ja, en dan wandelen? Ja. Want dat doe ik eigenlijk nooit in mijn trainingen. Oké, en dan... daarna gingen we dan nog even een stukje burpees doen, lunges, noem maar op, om even extra vermoeidheid te kweken. En dan weer 4 keer 1 minuut met 1 minuut wandelen. Oh ja. En zelfs voor de topgroep. En hoe hard moet je die 1 minuut dan rennen? Ja, daar staat geen echt tijd voor, zeg maar. Het is niet afgeleid vanuit je marathon. Ja, dus dat is een beetje op feeling. En eigenlijk het doel is daarbij wel, daar komen we denk ik ook nog wel op terug, om wel gewoon die 4e keer net zo hard te gaan als die eerste keer. Ja, dat is de uitdaging. Ja. En dat zal Guido in jouw schema's ook wel zetten. Van die kwaliteit is heel belangrijk. En daar gaan we het ook wel over hebben. Want je wil wel dan continu boven die 90% van je VO2 max komen. Ja. Want het zou zonde zijn als jij gewoon snel opgebrand bent. Dan is die effectiviteit natuurlijk minder. Leg eens uit. Hoe werkt het? Waarom werkt dit? Wat gebeurt er fysiologisch, trainingstechnisch? Ja. Wat is er aan de hand? Nou, jij zou simpel zeggen van... En daar was in het begin, zeiden mensen ook van... Even een stapje terug. De claim is, en er zijn inmiddels er zijn 2 wetenschappers die daar heel druk mee zijn geweest de afgelopen 10 jaar. Die hebben een boek geschreven, een website, een podcast, hitscience.com. Ja. Paul Larson en Martin Buchheit. Ja. Nou, ik begreep dat ze een boek hebben van hitstrategieën inmiddels voor 20 sporten. Het boek is 550 pagina's lang. En wat de claim is, en zij zijn beide wetenschappers, veel onderzoek gedaan. De claim is eigenlijk... dat je aerobe capaciteit vergroot met HIIT. Dus dat is je zuurstofopname simpelweg beter omgaan. Je aerobe capaciteit is eigenlijk die Capaciteit in het lagere domein. Dat is interessant. Het uithoudingsvermogen. Ja, het uithoudingsvermogen. Nou, je anaerobe, nou daar hebben we het over. Ja, dat ga je nu ook. Intensieve domein. Daar ga je in. Maar ook je neuromusculaire aansturing. Dus eigenlijk coördinatie. Het feit dat je jouw zenuwen wat sneller jouw spieren kunnen aanzetten, aansturen. En ja, dat dus vanuit de hersenen het aansturen van de spieren ook sneller verloopt. Ja. Neuromusculair. Dus hoorden we in feite, ik zie een haakje, ook in de aflevering die we maakten over loopscholing. Ja. Waarin Guido Vroemen ook zei, nou ga maar gewoon 1 minuut sprinten. Ja. Want dan gaat dat lijf al op zoek naar een betere manier om te bewegen. Dus ga je dus effectiever lopen. Ja. Nou ja, effectiviteit zit deels, hebben we het toen ook over gehad, beter, sneller omgaan met zuurstof. Ja. Maar deels zit hem dat ook inderdaad in die aansturing. Ja. Maar het interessante is dus, dan ga je denken, hé, hoezo zou jouw aerobe capaciteit hiervan verbeteren? Want je prikkelt toch eigenlijk juist je anaerobe systeem. Daar zit je in. Ja. Nou, dat is ook wel wat kritiek of in ieder geval bedenkingen van wetenschappers die zeggen, ja, maar je kan eigenlijk alles onder de minuut is niet geschikt om je aerobe capaciteit te vergroten, omdat je, als je kijkt naar de zuurstofopname, als je gaat inspannen en je gaat best wel hoog intensief beginnen, die zuurstofopname die heeft een beetje vertraging. Ja. Dus dat gaat ook exponentieel dan, hè? Een beetje, nou ja. Nou, dat is eigenlijk je wil maar zeggen, in die eerste minuut, en ik geloof zelfs bij mijzelf herken ik, in de eerste 90 seconden kan ik alles. Ja. Hijg ik helemaal nog niet, want dat systeem is helemaal nog niet aan de gang. Dat klopt, omdat je hebt nog een reservesysteem. Ja. Je hebt eerst nog een voorraadje waar je 10 seconden mee uit kan, en je creatine, fosfaat. En daarna komt dan je anaerobisch systeem. Ja. Je weet wel waarbij je uiteindelijk in ieder geval ook lactaat gaat produceren en wat je niet te lang volhoudt. Ja. En dan matcht uiteindelijk is je zuurstof, die heeft zich daaraan opgetrokken en denkt van, dus daar zit. Dus die mensen zeggen, echt goed getrainden hebben minimaal een minuut nodig om hun VO2 max of in ieder geval hun zuurstofopname bij te trekken en op gang te brengen. Ja. En juist ongetrainden misschien nog wel 2-3 minuten. Ja. Maar schets mijn verbazing, het is toch veel studies gedaan die gewoon mensen dan aan HIIT of SIT training zetten en dan gewoon na een paar weken gaan kijken wat is er gebeurd met je VO2 max? Ja. En dat blijkt dan ook gewoon omhoog te gaan. Verbeterd. Ja. Ik heb ook altijd geleerd, om het even uit de termen aerobe of VO2 max te halen, ook dat intervaltraining heel belangrijk is om sneller te worden. Mm-hmm. Of het nou op de fiets of lopen is. Ja. En ik zit nu naar jou te luisteren en denk, maar wat betekent sneller worden eigenlijk? Is dat je bij hetzelfde prestatie die je hart-longsysteem, je VO2 max moet leveren, meer snelheid ontwikkelt. Dus in die zin zou dat toch ook een logisch verband zijn. Maar dan praat je over, dan hebben we het echt over efficiency. Is dat zo? Ja. Ja, want dit is eigenlijk, en dan, dat is misschien het makke wel van de inspanningsfysiologische wetenschap. Ja, die kijken nog heel erg gewoon naar de maximale zuurstofopname. Ja. En we weten inmiddels, dat is een indicatie van, maar uiteindelijk is de... Je sport natuurlijk meestal niet op je maximale... Nee, maar dat is natuurlijk, kijk, ook in het wielrennen wordt in ieder geval vaak toch wel gescreend, ook bij talenten, van heb jij een hoge VO2 max, dan hebben we in ieder geval een goede basis om daarmee aan de slag te gaan. Nou ja, dat is natuurlijk het bekende verhaal van een Zweedse wielrenner die ooit gemeten is in het lab. Svensson, Oscar Svensson, die is de hoogste VO2 max ooit. Nou, iedereen dacht van wauw, we hebben hier een talent te pakken. Ja, die jongen heeft het een jaar of 2 jaar in het profpeloton volgehouden. Daarna gedesillusioneerd afgestapt. Om maar aan te geven, het zegt lang niet alles. Nee, precies. Alleen in de wetenschap is een makkelijke test, is een gevalideerde test. En dan zie je dus na HIIT, 2 weken HIIT of SIT, 2 weken maar waarbij ze 2 tot 3 keer per week dat doen. En dan komen we nog op weinig. Want dit kan je niet elke dag doen, hè? Ik weet niet, nee. Nou, toch als ik denk aan die sits, ik moet denken aan een artikel wat ik afgelopen jaar wel eens tegenkwam in de populaire sportmagazines. Ja. Dat, wat is het, als je 5 keer 30 seconden of 10 keer 30 seconden sprints, dat net zoveel zou zijn als een half uur hardlopen? Of daar hebben we het ook wel over, maar het gaat erom, kun je dit elke dag uitvoeren? Ja. Kan je 5 keer per week trainen? 10 keer 30 minuten, 30 seconden dag? Sprinten, dat kan best. Eigenlijk in die onderzoekssettings Waarbij ze dus mensen dit hebben laten doen in een lab, onder supervisie. Ja. Dan gaat het meestal om 3 keer per week. Okay. En dan vanaf 2 weken zien ze al verbetering van je VO2 max. Ja. Nou, een paar dingen die erop vallen. En er zijn echt veel studies gedaan. Dat is een overzicht vanuit Canadese wetenschappen. Die Rosenblat, Michael Rosenblat. Mm-hmm. En die zegt, ja, maar ongetrainde, getrainde... Dat vroeg me af, hebben we natuurlijk geleerd uit het bietensapwonder. Ja. Dat levert op, maar alleen als je ongetraind bent. Ja. Geldt dat voor dit ook? Nou, gemiddeld genomen ongetrainden gaan er meer op vooruit. Rond de 6%, ongetrainde nog steeds 2%. Getrainde bedoel je? Getrainde, ja, sorry. Ja, ja. En het gaat er natuurlijk om hoe lang, of je nou 2 weken bezig bent of 6 weken of 10 weken. Daar kunnen we ook allemaal bij voorstellen. Grappig genoeg vindt hij dan, maar ja, dan heb je, als je gewoon al die studies in één pot stopt, wordt er weer van alles uitgemiddeld. Het is een beetje lastig vergelijken. Zegt hij, het maakt daarbij niet zo heel veel uit of je nou kiest voor de langere hits of de sits bijvoorbeeld, de korte. Okay. Duurintervallen of dus de intensiteit zelf maakt dan niet eens zoveel uit. De voordelen die gemeten worden zijn vergelijkbaar in beide aanpakken. Als VO2 max wel, ja. Allebei, dus aerobe capaciteit gaat omhoog, anaerobe capaciteit gaat omhoog, snelheid omhoog. Ja, nou ja, maar dat moet ik zeggen, die anaerobe capaciteit wordt niet veel gemeten. Nee. Dus daar doen ze niet mee. Dus het is puur als je kijkt, en dat vinden natuurlijk de wetenschappers wel interessant, want die zien VO2 max ook als een indicator van, en dat is ook wel aangetoond in epidemiologische studies, heb je een hogere VO2 max, dan leef je gewoon langer. Ah. Dat is het. En vaak nog in goede gezondheid. Dus daarom zeggen ze, als jij een bepaalde leeftijd hebt, is een VO2 max. Als jij, ja, dat is gewoon, als jij een lage VO2 max, dan kun jij net uit de voeten met je algemene dagelijkse levensactiviteiten. Ja. Als je daar wat bovenop kan halen, heb je over. En dat is juist een hele duidelijke indicator van dat jij ook... Ja, daar zullen wel... Ik kan het niet aan mijn hoofd zeggen, maar pak een beetje 10% VO2 max erbij, dan leef je zoveel langer. Ja, nou ja. Dat is ook niet zo heel interessant. Daarom zijn voor uit fitheid overweging zijn mensen heel erg gericht op die maximale zuurstofopname. Ja. Plus daarbij, en dat kan ik hier ook wel noemen, wordt ook gekeken eigenlijk... Je hebt... cardiorespiratory fitness. Ja. Dat is VO2 max, is eigenlijk je hart-longen systeem. Ja. En cardiometabolic fitness. En dan kijken ze meer naar zaken als je insulinespiegels, hoe snel jij je glucose wegwerkt na een maaltijd. Okay. Want we weten, nou ja, dat is allemaal gerelateerd eigenlijk aan prediabetes, insulineresistentie, et cetera. Waarbij dus eigenlijk het metabolisme, onvoldoende in staat is om bijvoorbeeld je glucose weg te werken. Ja. Nou, daar zien ze eigenlijk ook hele gunstige effecten van HIIT op bijvoorbeeld insulinespiegels en op glucose, homeostase heet het dan, glucose evenwichten noem maar op. Ja. Hormonen die erbij betrokken zijn. Dus juist is vanuit onderzoeks, gezondheidsland zeggen, en daarom is het nu ook zo populair, denk ik, dat ook iedereen zegt, ja, juist die mensen die nu niks doen of veel te weinig doen, zet ze gewoon lekker aan die intervallen, want ja, je wordt er en fitter van en je wordt er gezonder van. En dan zeg je dus, wat je in het begin ook zei, het is dus een trainingsprotocol, aanpak, voorschrijving, wat relatief weinig tijd kost, weinig inspanning, wat dus veel mensen hopelijk in hun leven erin kunnen passen. Ja. En dan heb je in ieder geval die gezondheidseffecten. Ja. Oké. En nog even terug, want fysiologisch is het ook wel interessant. Dan zeg je, oké, die VO2 max gaat omhoog. En eigenlijk is de klassieke gedachte VO2 max, er gaat dus om maximale zuurstofopname. Dan heb je je longen, je nemen zuurstof op. Je hart gaat uiteindelijk, het komt in het bloed. En je hart gaat dan dat zuurstofrijke bloed zo snel mogelijk naar jouw spieren pompen. Ja. En in die spierenvezels, die trekken eigenlijk die zuurstof weer uit het bloed. Dus dan heb je 2 mechanismen achter. Je hebt eigenlijk de zuurstofaanbod, zuurstofaanvoer, waarbij het hart met name belangrijk zijn. Nou, het hart kan zich aanpassen door meer te pompen. Dus de hartfrequentie omhoog, maar ook door harder te pompen? Ja, slagvolume pompen. Gaat omhoog. Ja. Dus dan praat je over hartminuutvolume. Mm-hmm. Als een goede indicator. Het sporthart wat zich aanpast aan inspanning. En op spierniveau heb je meer bloedvaatjes daar. betere, meer mitochondriën, de energiefabriekjes, en meer enzymen die in staat zijn om uit die zuurstof dan je energie te halen. Ja. En dan praat je eigenlijk over extractie, heet dat dan. In hoeverre kunnen spieren heel snel die zuurstof uit het bloed halen en omzetten in energie. En dat is altijd het idee van, ja, als jij natuurlijk met hele korte intervallen belast je eigenlijk je spieren veel meer. Ja. Dus dan gaat je extractie omhoog. Ja. Heb je wat langer intervallen, ja, dan gaat ook je hartslag gaat omhoog. Moet ook harder werken. Dan krijg je ook centrale aanpassingen. Dus met name richting... daar hebben ze... Dat heeft toch, die Rosenblat heeft er ook eens naar gekeken. En die trend is er wel. Dat als je, want daar hebben ze dus gekeken echt centraal. Nou, wat gebeurt er met het hartminuutvolume? Wat gebeurt er met je hemoglobinegehalte? Dus je met het aantal rode bloedcellen, je bloedvolume. Ten opzichte van op spierniveau. Wat gebeurt er met al die enzymen daar, met mitochondriën? En dan zegt hij, ja, het is inderdaad bij... als je meer SIT doet, dan gebeurt er op spierniveau meer. Bij HIIT juist iets meer op hartniveau. Maar er zit natuurlijk best wel een grijs gebied. Dus dat verschilt tussen die hele korte of de iets langere intervallen? Ja. Maar er zijn ook studies die me gewoon laten zien. Wat langer, als je wekenlang de sits doet. Ja. 3 keer per week. Dan gaat uiteindelijk je hart zich ook daarin aanpassen. Ja. En dat is best wel gek. Want je zou zeggen, ja, maar dat is zo kort. De hartslag gaat amper omhoog, noem maar op. Ja, maar dat herken ik niet helemaal. Want natuurlijk, als je zegt, ik doe 30 seconden of een minuut een sprint... dan gaat in die minuut je hartslag niet omhoog. Maar daarna, als je dan gaat wandelen, is hij wel bezig. Dus uiteindelijk, er zit een vertraging in dat hart-longsysteem. Maar dat gaat toch wel mee omhoog. Dus het is waarschijnlijk die hele interactie van... Toch? Uiteindelijk je bloedstroom komt omhoog, je hartslag gaat omhoog. Signalen, dat weten we inmiddels ook natuurlijk van spiercellen... die overal in het lichaam plaatsvinden. Nou, lactaat bijvoorbeeld. Maar ja, je hebt allerlei... de IL-10 en de exerkines, de myokines. Dus dat is eigenlijk... Dus ja, daarmee vat je een beetje die kritiek samen van... is het wel lang genoeg, zo kort intervallen? Ja, in ieder geval ook voor de aerobe capaciteit. Ja, want je vindt gewoon dus ook uiteindelijk aanpassingen centraal op hartniveau en op bloedniveau. Ja, dus dit zijn alle voordelen ook vanuit gezondheidsperspectief. Interessant voor iedereen. Ja. Laten we zo met Guido wat verder inzoomen. Hoe zit het dan meer op de prestatiesporter? Hè? Ja. Wat is daar slim? Ja. Laten wij nu nog even kijken. Je noemt het woord kritiek al. Even die andere kant, want dit klinkt allemaal te mooi om waar te zijn. Ze alleen maar fantastisch. Waarom doen we eigenlijk niks anders dan 3 keer in de week 30 seconden sprinten? Ja. Dus zijn er ook... nadelen? Of kan je het fout doen? Of houdt het op een gegeven moment op? Ik kan me voorstellen als je dit jaren doet dat het niet meer werkt. Of... Nou ja, in de wetenschap in ieder geval is men nog niet zo overtuigd. Ondanks er echt heel veel studies. Hoe bedoel je? Komt ook nog niet zo over... Dat vind ik een gekke zin. Ja. Nog niet overtuigd, ondanks heel veel studies. Nou, wat is de weerstand dan? De weerstand komt met name van een persoon die heel kritisch kijkt sowieso naar de sportwetenschap. Nicolas Tiller is dat. Die heeft een boek geschreven over waar die, eigenlijk die hele sportwetenschappen onder de loep neemt en daar toch wel iets vindt van dat ze vaak werken. Nou, weet je, de algemene kritieken waar wij het ook wel over gehad hebben. Het is vaak sowieso in mannen. Het zijn kleine groepen. Ze pikken dan een bepaalde parameter eruit die voor hun gunstig is. En nou, in het geval van de HIIT heeft hij een aantal artikelen geschreven. Waarbij die zich richt op 4 kritiekpunten die ik er even bij haal. En dat is dan, ten eerste de claim dat er een lagere mortaliteit is na het doen van HIIT of bij het doen van HIIT. Ja. Ten opzichte van, MICT, daar hebben we nog niet over gehad. Dat is eigenlijk de moderate intensity continuous training. Dat is zoals... Gewoon mensen die rondjes hardlopen. Precies. Een paar keer in de week. Ja. Ja. En dan gewoon niet met intervallen, gewoon aan één stuk op een laag intensiteit. Ja. In die zone 1 gaan zitten eigenlijk. Bewegen. Ja. Ja. En dat, die claims komen dus inmiddels dat HIIT superieur zou zijn aan de klassiekere duurtraining. Ja. Nou, je moet het artikel maar lezen, zou ik zeggen. Staat in de show notes. En hij is duidelijk van, zover zijn we nog lang niet. Want dat gevoel krijg je soms ook in de media, in de kranten, dat dit echt de heilige graal is. Dat we eigenlijk gewoon de duurtraining kunnen vergeten en alles op de HIIT kunnen gaan zetten, omdat het gewoon beter, superieure effecten zou hebben. Ja. Hij is heel erg van, jongens, zoveel onderzoek weten we nog niet. Want dan moet je ook gewoon mensen gaan vervolgen die jarenlang de HIIT doen. Ja. En daar zit het hem ook in. De studies die ik net noem, die zijn van 3 weken, 6 weken, 8 weken, 12 weken max. Ja, ja. Wat gebeurt er na een jaar? Zijn mensen, en dat zeggen ze ook, ja, als je mensen echt van die bank wil krijgen, lukt het dat om... Ja, maar dit zijn toch ook even dan... Ik vind het mooi dat deze man kritisch is, zijn wij ook. Maar ik hoor hier ook wel een soort redenering. Denk, maar net vergelijken we HIIT-training met niks. Ja. Hè? Hoeveel effect heeft het als mensen in beweging komen? En nu zegt hij, ja, maar ik vergelijk het nu even met mensen die al in beweging zijn. Ja. En als het niet per se weten, nou, oké, top. Snap ik, maar dat is wel iets anders. Nou, dit is natuurlijk, misschien brengt dit ook wel de discussie los. De beweegrichtlijnen die er nu zijn van 150 minuten... matig intensieve activiteit. Ja, vanuit onze Nederlandse overheid. Ja. Wat is gezond qua beweging? En met daarbij nu ook volgens mij krachttrainingen moet je 2 keer per week doen. Ja, gaan mensen zich afvragen, moeten die niet aangepast worden? Die discussie komt er niet. Want ja, hoezo 150? Je kan net zo goed dus een HIIT of een SIT. Ja. En dat is wel interessant. Ik denk dat die discussie de komende jaren gevoerd gaat worden. Maar ja, ik denk wel dat het... Vanuit de gedachte dat als je 150 voorschrijft, dat is... Want je zou ook kunnen zeggen, ja, maar waarom zou je een voorschrift van 150 minuten terughalen naar 60 minuten? Ik bedoel, meer is toch beter, of niet? Ja, oké, maar omdat mensen nu aanhikken tegen het idee, ja, die 150 die haal ik toch van mijn levensdagen niet. En maar goed, we gaan verder met... Om gezond leven laagdrempeliger te maken, zeg maar. Zeker. Ja, ja. Ik denk dat het probleem is dat mensen denken, ik moet gaan sporten. En sporten, ja, dan moet ik een uur op een fiets gaan zitten of noem maar op. Dus je wil dat dichterbij brengen. Ja, dat sporten is eigenlijk gewoon bewegen of in beweging komen. We hadden het over weerstand en kritiek. Dus 1 weerstand kritiek is, er is helemaal niet zo aangetoond dat het zoveel gezonder is dan gewoon matig intensief bewegen. Ja, nou, er is de claim die je vaak leest is dat je na HIIT 6 sessies in 2 weken... waarbij de HIIT zelf maar totaal 15 minuten duurt. Ja. Dat je dan een verdubbeling van je uithoudingsvermogen hebt. Ja, hij zegt dat is dus 1 studie geweest. Ja. En pak je al die andere studies die gedaan hebben, dan is dat niet zo. Is dat veel minder, noem maar op. Dus het is een beetje cherrypicking. Ja. Nou, de derde claim is dan waar jij het over had. 1 minuut HIIT is gelijk aan 45 minuten duurtraining. Ja, toch? Dat wordt in de populaire wetenschappelijke artikelen. Nou, hij ontkracht dat. Hij zegt, ja, maar we hebben nog nooit een vergelijkende studie gehad. Eigenlijk dan waarbij je dus eenzelfde groep mensen eigenlijk hetzelfde voorschotelt en dan afwisselend, zeg maar. Dus zo'n crossover designen waar ze de eerste keer de ene doen, dan het andere en dan kan je goed vergelijken. Ja, dus hij zegt wat ze dan doen is dan pakken ze een andere studie erbij die een keer gekeken heeft naar duurtraining. En die vinden dan een stijging van HIIT. Vergelijkbare effecten. Of van VO2 en dan leg je max. Dat langs elkaar. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan kies je natuurlijk je mooiste studie eruit. Ja. En je laatste waar hij... daar hadden we het al over. Daar zeggen ze... HIIT wordt plezieriger gevonden dan normale duurtraining. Ja, ook daar zijn studies. Maar ja, daar heb je ook altijd je twijfels over. Als je mensen vraagt van... Oké, je laat ze inspannen en dan zeggen ze, het is wel pijnlijker of zwaarder of noem maar op. Maar na afloop zeggen ze, het voelt toch beter, omdat het waarschijnlijk korter duurt of de dag erop. Ja. Nou ja, dat zijn de discussies die gaande zijn. En uiteindelijk gaat het erom, maakt hij zich zorgen van, jongens, maakt het allemaal niet te fraai. Waarom? En vergeten we niet van dat... Nou ja, dat het linksom of rechtsom misschien niet eens zoveel uitmaakt. Maar dat we vooral niet het gevoel moeten geven van dat het beter is dan als jij een stuk wil wandelen, bijvoorbeeld. Oh. Of als jij gewoon een losse duurtraining. Of... Ik heb toch hier in deze podcast in die 127 afleveringen wel eens iemand horen zeggen dat wandelen niet zoveel doet? Was ik dat? Nee, ik weet het niet. Maar dat uiteindelijk wandelen, sportief... Ja, alles. Maar weer, waar zet je tegen af? Tegen op de bank zitten? Ik zet hem in de show notes. Er is een stuk geweest in de Volkskrant van... wat is nou de beste of de slimste of de snelste manier om fit te worden? En dan hebben ze een paar van die hoogleraren gevraagd. De kritiek die zij dan hebben richting HIIT is... Je belast toch best wel wat spieren en knieën en pezen. Sprinten is natuurlijk voor je onderstel best wel heftig. Maar dat is hetzelfde als jij jumping jacks of burpees of noem maar op gaat doen. Dus dan moet je even een beetje rustig optrainen. Dus de kans op blessures is een stukje groter. Ja. En de andere is daarbij van hoe lang hou je dat vol als die studies met 12 weken gaan? Wat gebeurt er daarna? Ja. Maar deze man, dus, wie is nu deze man? Hans Savelberg zit in Maastricht. Broer van Geert? Nee, want hij schrijft er net even anders. Dat is Savelsberg. Oké. Ja, dat is grappig. Hè? Ja, ja. Maar dit is ook een hoogleraar? Ja, die heeft die benoemt een slenterstudie die hij gedaan heeft. Ja. En dan heeft hij een groep studenten. Heeft hij eigenlijk 3 verschillende soorten groepen verdeeld. De eerste die deden heel weinig. Die zaten vooral de hele dag. Ja. Zoals ze al gewend waren. Ja. De tweede groep die gingen 1 uur per dag sporten. En de derde groep zei hij, nou, je hoeft niet dat uur sporten. Je moet gewoon regelmatig van je plek afkomen. Een beetje slenteren. Wandelen, daar is het. Ja, wandelen, slenteren, wat vaker naar de wc. Een beetje opstaan, noem maar op. En dan zei hij, ja, hij heeft dan gekeken, denk ik, niet naar VO2 max, maar naar insuline, glucose, dat soort dingen. Om te kijken eigenlijk naar gezondheid. Ja. En dan zei hij, ja, die derde groep. Die deed het uiteindelijk het beste. Het was nog niet het beste dat, wat? Op de gezondheidseffecten? Ja, dat het negatieve effect van zitten, want dat is inmiddels ook bekend, hè, zitten, het nieuwe roken, ja. dat echt... Nou, je kan dat dus ook niet eens compenseren met... Een uurtje sporten. Een uur sporten. Het slenteren komt in de buurt in ieder geval. En vanuit daaruit is dan moet ik toch wel benoemen, het snackexercises ontstaan, dat mensen erachter komen. Ja, maar het is misschien al genoeg als jij elke uur... Waar Erik Scherder nu eigenlijk in de collegezalen in Amsterdam loopt hij binnen van jongens, ga even uit die bank en ga even, nou ja, in ieder geval wat squats doen of iets dergelijks. Ja. Dat de manier is eigenlijk om het zitten tegen te gaan en al genoeg is om in ieder geval de gezondheidseffecten te creëren van sporten of bewegen. En dat is een heel interessant studie die vorig jaar is verschenen. Waarbij ze... Na die snackexercises specifiek, hè? Ja. En eigenlijk gekeken van... Hoe lang duren die? Ik zit nu even aan mijn werk als dagvoorzitter te denken. Ja. Dan heb ik natuurlijk mensen op een congres of een evenement ook lang op de stoelen. Ik maak er vaak al een goede gewoonte van om ze regelmatig even op te laten staan. Ja. Maar ik zit nu te denken, misschien moeten er gewoon oefeningetjes in. Dat doe jij heel goed. Ze hebben het over even staan. 3 tot 5 keer onder. En dan gewoon gedurende de dag. Ja. Volgens mij hoef je ze niet eens allemaal achter elkaar te doen. Ik zou zeggen, ja, meer is beter natuurlijk. Maar pak een beet. Ik zag Scherder laatst. Die kwam binnen bij een meeting waar ik was. Ja. Ik moest dus ook daar. Toen moest ik eigenlijk een statische squat. En dan nog wat dingen opdreunen. Wat Hoeveel? Nou, dat was toch al snel, denk ik, 2-3 minuten. Ja. Zo? Ja. Oh, dat is toch wel even een intermezzo, zeg maar. Ja. Dus, maar eigenlijk zeggen de voorstanders van alles is goed. Hè? Als jij gewoon 3 keer 1 minuut of... Dus dat is nu de discussie gaande. Wat is eigenlijk de minimale hoeveelheid? Ja, zitten is gewoon slecht. En even opstaan is al prima. Nou, ga wat vaker naar het toilet. Maar dat is die studie die in Australië Australische onderzoekers hebben bij volgens mij 25.000 Engelsen gekeken. Die hadden allemaal een fitnesstrekker. Waarom die hebben, weet ik ook niet. Maar... En gewoon 7 jaar lang gevolgd. Zo. En gekeken van, ja, heel simpel. Wie gaan er dood, wie niet? Hoeveel? Ja. En kunnen we daar een onderscheid maken van of er een groter risico is op doodgaan in relatie tot aantal minuten wat jij beweegt op een dag. Mm-hmm. En zij vonden een beetje als je mensen die 3 à 4 minuten echt vol intensief bezig zijn op een dag, dat die zo'n beetje 40-50% minder risico hebben op overlijden aan hart- en vaatziekten. Exact. Maar ook kanker, et cetera. Maar dan zijn we dus terug bij de gezondheidseffecten van die korte intensieve inspanningen op een dag. Daar begonnen we net ook al mee. Ik merk dus ook in dit gesprek dat je voortdurend moet kijken. Wacht even, waar vergelijken we mee? Ik zeg, laten we gaan kijken met Guido Vroemen wat het specifiek kan betekenen voor mensen die prestatief willen sporten. Een snellere marathon zoals ik, harder wielrennen en lange triathlon. Ja. Nog één opmerking, ik liet hem net even gaan, maar jij noemde dat de man die kritiek had over dat intervaltraining leuker zou zijn. En dan combineer ik dat toch even met wat jij zei, dat je nu ook looptrainer bent geworden bij onze triathlonclub. Ik weet wel, toen ik nog niet onder begeleiding van Guido was, als ik zelf rondjes ging trainen, kom ik niet aan de intervaltraining, hoor. Dat vind ik niet leuk. Nee. Dat was een van de redenen waarom ik altijd naar de clubtraining ging. Want daar staat dan een trainer, die schrijft dit soort dingen voor en dan doe je dat. Ja. Maar als ik hier mijn loopkleren aantrek en ik ga bij ons hier naar het landgoed. Nou, dan moet ik het wel heel graag willen, maar uit mezelf ga ik daar niet minuutjes versnellen. Maar jij doet ook serieuze intervallen. Ja, nu, maar ik denk even aan 3-4 jaar terug, toen ik eigenlijk nog veel meer beginnend lopen was. Ja. Kreeg je mij echt niet aan de intervallen uit mezelf. Toch worden die studies gepubliceerd van dat. Ik ken het moeilijk. Ik wil maar pleiten, ga vooral wel naar een club, want daar kan je dan dat inderdaad lekker doen. En ik denk dat het dus echt het is niet het ene of het ander. Zoek eigenlijk een beetje een modus die bij jou past. Ja. Afhankelijk inderdaad van je tijd, denk ik, heeft daar ook wel mee te maken. Maar ga denk ik niet plichtmatig dan maar hits doen, omdat het dan volgens de media allemaal zo super gezond is. Wissel dat lekker af. Ga eens een keer wandelen, wat mij betreft. Of gewoon, maar ik vind dus een vaste intervaldag helpt mij wel. Hè? Ja. Oh ja, dinsdag. Nou, dan doen we dat. Dus hey, we gaan even zoomen met Vroemen. Is goed. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido. Hey, Guido. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor de eerste keer zoomen met Vroemen in seizoen 7 van de Slimmer Presteren Podcast. En gelijk lekker praktisch vandaag. Het gaat over trainen, slimmer trainen, intervaltrainen. En de vraag die we aan jou willen stellen is, welke vorm van intervaltraining kies jij? En dan hebben we het dus over de vormen HIIT, SIT, HIDIT en alle afkortingen die ervan zijn. Alles. Alles? Alles. Ja. Maakt dit jou iets uit? Het maar interval is, weet je, ik gebruik heel veel intervallen in mijn training. Ja. Is er een definitie, zeg jij, tot 5 minuten noem je een interval? Of mag het zelfs 10 minuten zijn? Of, altijd, hè, weet je, als je... Is er een max, is er een min? Als je afwisselt in intensiteit, in tijdsblokken, dan heb je intervalblokken. Ja, ja. Per definitie. Ja. Per definitie, dus wat dat betreft. Maar ik noem het soms wel, weet je, intervallen, dan zijn ze eigenlijk wel... Ja, meestal wel, zeg maar, wat boven je functional threshold power, boven je drempelwaarde. Ja. En anders noem ik ze wat, tempo trainingen, daar zitten ze er net onder. Maar het zijn in principe zijn het ook intervallen, maar die zijn wat langere blokken. En soms, pas ik het ook anders toe. Want dan heb je bijvoorbeeld, als je V2 max blokken doet, dan heb je per definitie, zou je zeggen, dat moet dan 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten duren. Maar dat doe ik ook wel eens anders, want dan doe ik bijvoorbeeld 1 minuut op die intensiteit en dan 20 of 30 seconden even rustig, weer 1 minuut, 30 seconden rustig, weer 1 minuut, 30 seconden rustig. Zo heb je eigenlijk een korte pauze erin, die voor de spieren zeker een pauze is, een herstel geeft, maar voor de hartslag eigenlijk bijna niet en voor de ventilatie ook bijna niet. Dus na die 30 seconden komt die volgende alweer. Dus heb je eigenlijk best een lang blok die je met je spieren best goed kunt volhouden. Waarbij je toch op de intensiteit uiteindelijk komt die je wilt bereiken op het hoogste haalbare zuurstofopnameniveau. Dus jij bent een beetje aan het tweaken met eigenlijk de parameters die je hebt. De duur van de inspanning, de intensiteit van de inspanning en de duur van het herstel. Ja, ik draai aan alle knopjes. En als ik zeg en dan kan je onderscheid maken tussen wat er gebeurt. Want we hadden het over de fysiologisch op spierniveau meer versus wat er centraal gebeurt. En daar met die knoppen kan je gaan spelen om juist te zeggen, ik wil wat meer van het hart nu eigenlijk vragen of prikkelen. En, dat is eigenlijk als je zegt VO2 max. Hè? Weet je, dan wil je natuurlijk je cardiovasculaire systeem, ventilatie en circulatie, zuurstofopname. Dat is met name goed voor, belangrijk voor je aerobe systeem, maar ook uiteraard zit daar bij een anaerobe het herstel daarvan ook. Mm-hmm. Dus als je daar wilt verbeteren, dan zul je ervoor moeten zorgen dat beide systemen op een hoog niveau draaien. Hè? Dus je moet een hoge hartslag op een gegeven moment halen en je moet een hoog ventilatiegehalte hebben. Ja. Dus veel hijgen en een hoge hartslag. Precies. Sommigen kunnen dat moeilijker als ze dat in 1 ruk achter elkaar doen. Maar als je daar bijvoorbeeld een korte pauze in hebt, die voor de spieren wel heel goed werkt, maar voor hartslag en ventilatie eigenlijk nauwelijks een terugval geeft, kunnen ze ineens die prikkel wel beter verwerken. Want een beetje als ik op Google kijk, en dan hoor je vaak van dat de rustpauze is meestal de helft tot 2/3 van de duur van de inspanning zelf steeds, van het interval. Dat ligt, dat is een beetje Wat standaard wordt toegepast. Hè? Maar jij zegt, dat kan je best eens even anders. Daar kan je mee gaan variëren. Daar kan je mee gaan draaien. Ja. Guido, het is kan je ons iets, weet je, een beetje meenemen in hoe en waarom je tweakt? In de zin van, ik snap dat je tweakt in 1 minuut en 30 seconden. Maar heb je verschillende doelen? En is dan het een beter dan het ander? Wat zijn je afwegingen? Ik denk dat ik daar meer kijk naar het type sporter. De ene is zeg maar, als je type sporter hebt, dan hebben we ook over type spiervezels. De echte pure duursporter met heel veel type 1. Mm-hmm. En de meer snelheidgerichte sporter, die wat meer anaeroob sterker is, met type 2A, 2B, 2C. Die meer, hè. En eigenlijk kun je dus die laatste, die kun je eigenlijk beter juist die kwaliteit meer laten benutten door kort, hard en even een pauze. Kort, hard en even een pauze. Want daardoor kan die dus een grotere duur van die intervallen volhouden. Ja. Terwijl die andere, die veel type 1, die is aeroop veel sterker. Die kan dat eigenlijk veel beter. Ja. Dus die kan ook gewoon 4 minuten dat aan één stuk. Precies. En die zou je, als je dat aan die eerste atleten die je beschrijft met die explosiviteit, als je die 4 minuten hoog intensief zou geven, zou die zich opbranden, kapot gaan en uiteindelijk dat misschien die 4 minuten niet volhouden. Of wellicht dan die tweede 4 minuten die daarna komen niet volhouden. Precies. Dat die in een lager niveau moet. Maar dan wil je toch dezelfde opbrengst krijgen uiteindelijk. Ja. En dan kun je het bijvoorbeeld, in plaats van dat je 4 keer 4 minuten doet, dan ga je dat opdelen. Dan heb je 16 minuten in totaal. Maar dan ga je het bijvoorbeeld wat korter maken. 1 minuut of 2 minuten. En dan 30 seconden rust. En dat doe je dan 3 keer. En dan heb je zo'n 7,5. Als je dat 4 keer doet, dan heb je natuurlijk langer in totaal. In die hoge intensieve zone gezeten. In die hoge intensieve zones. Wat uiteindelijk niet hetzelfde, nou ja, misschien te vergelijken is. Maar je hebt wel voldoende tijdsduur door kunnen brengen op hoge hartslag en hoge ventilatie. Want dat is die prikkel die je daarvoor zou willen geven. Ja. Dus varieer jij ook dus met de lengte van jouw intervallen binnen een intervaltraining? Ja, zeker bij de high-intensity intervaltrainingen. Dat is bijvoorbeeld eentje waar je heel veel in kunt variëren. Ja. Het is kort en hevig. Maar ik geef, weet je, ik hoef 30-30 intervallen. 30 seconden hard, 30 seconden rustig. Mm-hmm. Maar dat kan ook wel eens zijn dat ik dan in diezelfde training het ga afbouwen. En dan wordt het 35 seconden hard, 25 seconden rustig. 40 seconden hard, 20 seconden rustig. Dus het wordt steeds vervelender eigenlijk. Want je moet steeds langer doorgaan. Ja, en je hebt steeds korte pauze. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, dat weet ik ook wel. Dan gaat het natuurlijk ergens, houdt het wel op, want dan krijgt het niet meer voor elkaar. Maar dat is voor mij wel handig om te weten van, wacht. Nu zijn we dus tot hier gekomen. Dit is nog wel te doen. En wat ik dan, zeg maar, in mijn modellen achteraf in de trainingen kan zien, is zeg maar hoe de W-prime, grootte van de anaerobe tank, hoe die dan steeds een klein beetje verder afneemt. En dan heb je weer een beetje pauze. Dan neemt hij weer, vult hij weer een beetje en dan neemt hij weer verder af. En met dit soort trainingen kun je dus eigenlijk heel goed het model voeden met goede waardes, waardoor je eigenlijk steeds beter in beeld hebt hoe groot die anaerobe tank is. Wat heb je daarvoor nodig om eigenlijk gedrag van die anaerobe tank echt goed te kunnen volgen, inderdaad? Ja, je moet weten. Je moet eigenlijk gewoon je goede power duration curve hebben. Ja. Vermogen tijdscurve. En dan over, nou ja, vanaf 5 seconden, 10, 20, 30... 60 seconden, 90 seconden, 2 minuten. En dan ga ik eigenlijk, heb ik zelfs 3, 4, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, 20 minuten, 40, 60. Nou, maar zoiets, binnen zo'n training krijg je allemaal data binnen. Ja. En die ga je natuurlijk plotten aan de bestaande power duration curve. Ja, je moet weten waar de drempel ligt. Mm-hmm. Want alles boven die drempel, zegt hij, dan ga je afsnoepen van, of je critical power. Ja. Alles boven de critical power ga je afsnoepen van die W-prime, van die anaerobe tank. Dus als je die ondertussen goed in beeld hebt, en dat krijg je vanuit die veel data en die power duration curve, dan kun je critical power wel heel goed bepalen. Ja. Dus dan weet je ook op een gegeven moment van, dan laat je een paar keer all-out inspanningen doen van 2 minuten. En dat is bijvoorbeeld 2 minuten lang 200 watt of 300 watt boven de critical power. Dus het is dan 120 seconden keer 300. En dat is, moet ik even zeggen, 30.000, 36.000. Dat is echt dan de inhoud van je anaerobe tank. Ga je berekenen. Ja, precies. Hey, stelletje nerds. We gaan even een beetje uitzoomen. Want dit is heel mooi onder de boterkap. Maar wat ik eigenlijk daarmee... Dus ik verander dus sowieso... Hoe lang je inspant, hoe kort je herstel... Of hoe lang je herstel... Het aantal herhalingen... Al die dingen, hoeveel series, hoe hoog zijn ze? Al die knopjes draai ik aan, want ik zoek overal de grens op. Ja, exact. Nou, even stoppen, want ik wil 1 stap terug en dan komen we hier wel weer terug in. We hebben namelijk in de aflevering net ook heel veel gehoord over hoe ontzettend gezond intervallen is. En zagen we met name bij inactieve mensen. Ja. De belofte was dat we met Guido ook even kijken naar actieve mensen... prestatiesporters en wat intervallen trainingen voor hen betekent. Dus even los van hoe je het precies doet, waarom is die interval zo prestatie... Dan komt die W-prime weer terug. Ja. Nou vertel. Want de meeste mensen die dit nooit doen, die gaan dus eigenlijk nooit zo veel trainen boven hun critical power. Hè. Die blijven even een beetje zo lekker grijs. Ja. Niet te veel pijn doen en altijd net doen wat je kan. Wat ik doe eigenlijk de hele tijd. Ja, jouw fietsrondjes waar je van de af en toe doe ik dan wel eens een beetje, maar meestal doe ik me niet zo heel veel pijn. En dan denk ik, nou lekker, dit kan ik wel hebben. Ja. Nou, maar als je het dan wel doet, dan denk je, dan ben je ook gewoon zo opgeblazen, want jouw anaerobe tank is gewoon niet zo groot. En als je vaker wel intervallen doet, dan ga je dus ervoor zorgen dat die anaerobe tank wel groter wordt, zodat je ook... Nou ja, om het zo te zeggen, een aantal raketten in je zak hebt zitten, zoals Mathieu van der Poel, die kan afvuren als hij even gaat demareren. Ja. Zit er een limiet voor jou aan? Hoe vaak per week kan iemand intervallen? Of in een goede, kwalitatieve, goede interval. Dat is algemeen, hè? Want als ik iemand high intensity intervals laat doen, dat ga ik echt niemand 3 keer per week aandoen. Nee. Ja, dat is te zwaar, weet je. Dan heb je 48 uur, dan zou je het net 3 keer in de week kunnen. Maar nee, dus ik heb wel 3 keer per week intervallen vaak erin zitten. Maar dat is allerlei in verschillende gebieden. Hè? Dus onder de drempel, net boven de drempel of ver boven de drempel. Simpel gezegd. Maar weet je, dus de hele zware is eigenlijk prima om dat 1 keer te doen. En als je daar heel veel... aan wilt werken, en het is ook echt wat je in je wedstrijd moet doen, mountainbiken, dan kun je dat ook 2 keer in de week doen. Ja, maar die orde grootte hebben we het. We gaan niet de hele week zitten intervallen, want dat is te belastend. Nee. Stel dat je 5 keer in de week traint en je gaat 4 keer high intensity interval doen en 1 keer herstel, dan denk ik dat je na 2 weken denkt, kunnen we even pauze. Maar nu even een stapje terug. Stel, de recreatieve sporter zoals ik, hè? Ik ga 3 keer per week heb ik tijd om te sporten. Ja. Vanuit die wetenschappelijke studies die wij net behandeld hebben... sommigen suggereren van... die hebben dan vergeleken het effect eigenlijk van een HIIT. 3 keer per week, misschien 2 keer per week... en dan een paar weken lang... met een MICT, dus de Moderate Intensity Continuous Training. En die zeggen eigenlijk... we vinden vergelijkbare effecten op het niveau van... bijvoorbeeld een VO2 max of zelfs tijdritstudies of noem maar op. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... nou, dus iemand op mijn niveau... die maar 3 keer een week kan sporten... die zou ook... vergeet die duurtraining... maar ga alleen maar je intervaltraining doen. Dat voelt niet goed... omdat ik natuurlijk het ook van alles, logisch, maar alles weet... van gepolariseerd trainen, noem maar op. Ja. En hoe sta jij daar dan in, Guido? Ja, als je doel is om zeg maar... gezond, fysiek... beter te worden, hè? Dus je VO2 max wat willen verbeteren, dan kun je dat zeker heel goed doen met dit soort trainingen. Ja. Het is wel, het is wel bijzonder. Dus je moet wel goed kijken hoe je die inricht. Hè? Wat ga je nou specifiek doen? Hoe vaak doe je dat dan? Als je dat 3 keer in de week doet en je hebt een half uurtje, dan zou ik inderdaad 3 keer in de week wel een half uurtje gewoon hard gaan, want daarna heb je zo lang pauze weer. Ja. En weet je wat toch... die hadden we volgens mij... Maar en pas op hoor, want ik vind dat toch in deze hele aflevering zitten. Als ik Guido nu goed beluister, zeg je nu ook weer... als je het doet voor gezondheidsverbetering of van niets naar iets. Maar we zitten natuurlijk nu even met Guido te praten, ook over atleten. Ja, maar dat wil ik toch aanvullen, want we hadden die VO2 max gaat omhoog. Dat is allemaal gemeten. Maar ze hebben ook naar mensen dus die verschillende trainingsvormen doen, zeg maar. Of die die continue training, duurtraining zeg maar, tegen de hits en dan een trainingsprogramma gevolgd. En die dan op een tijdrit laten doen. Dus hij op een loopband, fiets, roeiend. Ja. En van de afstanden van 1 mijl, meen ik, dus kort. Ja. Tot aan uiteindelijk echt een half uur, 40 minuten. 40 kilometer zelfs. Ja. En dan zie je in beide gevallen een verbetering vergelijkbaar. En dat is heel gek. Want dan denk je, maar die ene die heeft alleen maar getraind op 5 minuten. Ja. Zwaar intensief, maar wel herhaling. Maar die kan dus, die verbetert zich ook in een tijdrit of een tijdloop van 40 kilometer of 40 minuten. En dat zou dan pleiten voor, je kan met minder trainingsuren af. Dan denk ik, tuurlijk, mentaal heb jij nog nooit getraind eigenlijk in bijvoorbeeld een 10 kilometer hardlopen. Dat het mentale aspect. Maar fysiek gezien kan jij net zo goed ook een duurloop of een duurtijdrit beter aan. En dat vond ik wel opvallend eigenlijk. Ik denk dat dat best goed klopt voor inspanningen tot 1 uur of zo. Oké. Want als je ditzelfde door gaat trekken, denk je, maar dan kan ik dat. Stel, ik doe 1 uur, dan doe ik dat, trek je dat door naar een marathon. Ja, maar dan komen ineens heel veel andere dingen er ook nog bij kijken. Ja. Hè? Ja, dat klopt. Het is denk ik tot aan dus op jouw road to Rotterdam zou ik toch maar precies. Ja. Als je daar 3 keer per week 5 minuten gaat trainen, Lijkt me wel vooruitstrevend. En dat je dan Rotterdam gaat lopen. Ik doe hem in interval tempo, denk ik. Nieuw programma. Dan zie je mij af en toe wandelen en dan weer sprinten en dan weer wandelen. Ja, maar dat zou wel een mooie zijn, denk ik. Gewoon, dat je gewoon 5 minuten wandelt en dan 1 minuut keihard gaat rennen. Ja. En, dan kijk en dat je dan steeds weer dezelfde mensen langs loopt. Dat je denkt, daar komt hij weer. Interessant, ja. Kortom, ik hoor jou zeggen ook, Guido, intervallen altijd in het programma. Allerlei voordelen hebben we hier ontdekt. We hebben nog één ding even niet aangestipt. De SIDIT. Oftewel... De HIDIT. De HIDIT. Ja, er was in ieder geval een D erin. De decreasing intervals. Want dat zou dan nog beter zijn. Ja, dus toen Jurgen dat net aan mij uitlegde, zei ik... dat heb ik van de week volgens mij in mijn schema gehad. Toch? Dus 5 keer, 4 keer, 3 keer. Die Italiaanse studie die jij waarschijnlijk ook gezien hebt. En, dat hebben ze bij mij. Ze eigenlijk inderdaad een... Nou, dat testen eigenlijk of... je wil eigenlijk zo lang mogelijk in het rood trainen, zullen we maar zeggen. Die anaerobe tank. Leegtrekken, vullen, leegtrekken, vullen. En dat wil je eigenlijk wel effectief doen. Dus je moet hem eerst kunnen leegtrekken, maar weer niet te veel. Want dan hang je, dan kan je niet meer steeds weer boven die 90% van je VO2 max zitten. Dus zij komen uit dan, hebben zij natuurlijk onderzocht op een bepaalde manier, dat het slim is om met een langer interval te beginnen. Pak een beet 5 minuten en dan af te gaan bouwen naar 4, naar 3, naar 2, naar 1 en een halve. En dat dan zo lang mogelijk volhouden. Dat zeg jij, dat had ik al een paar jaar geleden ook wel bedacht. Mij hoor ik hem zeggen. Is mentaal, hè? Is dat zo? Nou ja, dat hoor je, dat kun je zelf ook wel bedenken. Want als ik dat bij mij sommigen in het schema zet op die manier, dan zeggen ze, het is wel prettig om het op die manier te doen, want het wordt steeds een beetje korter, want je hebt het ook wel eens andersom gedaan. En dat vind ik toch zo vervelend, want dan wordt iets, dan denk je, ik kan deze al niet meer, en de volgende wordt nog langer. Ja, dat herken ik. Maar zij hebben dus echt gestaafd door dan te kijken van hoeveel tijd zit je effectief in je goede hoogintensieve zone, is je richting je VO2 max. En dan komen ze erachter eigenlijk dat je op een gegeven moment met lange intervallen ben je opgebrand. Met hele korte, als je daarmee begint, ook. Maar dat de effectieve tijd die jij kan doorbrengen langer wordt als jij op die manier eigenlijk je intervallen omlaag brengt. Dus dat er eigenlijk ook dus fysiologisch, los van mentaal, een hele goede benadering is. Nou. Ja. Maar dat zal inderdaad ook wel dan te maken hebben, zeg maar, dat je daardoor je herstel steeds net genoeg is om weer die volgende te kunnen doen. Hè? Ja, het idee is, jij noemde het al, dat die tank, die vult zich het beste als die behoorlijk leeg is. Pak een beetje een half minuutje rust. Ja. En dan ga je van bijvoorbeeld 10% in de tank nog naar 40. Maar dat is hetzelfde, die half minuut, dan ga je van 80 naar 85, zeg maar. Dus je moet maar het is ook wel zo. In dat gebied gaan zitten, dat onderste gebied lekker. Wat je dan doet, hè, als je helemaal niks doet, vult die ook weer sneller dan als je, stel dat je 100 watt trapt of je trapt 150 watt en je drempel is 250. Hoe verder je eronder zit, hoe sneller die ook vult. Dus als je echt harde intervallen doet met stilstaan of benen stil houden, heb je een ander herstel dan Als je ze oplegt van, nou ja, jij moet 30 seconden 500 watt trappen en dan 30 seconden wel boven de 200 blijven. Ja. Hoor ik je zeggen dat hoe meer rust in die rustige periode, dat beter is, Guido? Omdat nou ja, je zegt, dan vult die beter aan? Ja. Ja. Dus in die zin, hebben we ook over gehad bij gepolariseerd, rustig, moet ook echt rustig dan. Dat hoeft niet, hè? Want soms kan ik ook gewoon zeggen, nou weet je, ik wil niet dat je helemaal rust hebt. Want ik wil ook, kijk, als je in een wedstrijd wilt nabootsen bijvoorbeeld, bij fietsers, die hebben ook niet helemaal rust. Want die moeten dan, nou ja, ze demareren of ze hebben een kop over kop rijden. Dan rij je heel hard op kop, dan moet je eraf. Maar en dan kun je denken, ja, dan moet ik er daarna achteraan en dan kan ik weer rusten. Nou, dat is geen rusten. Nee. Hè, dan moet je nog steeds hard trappen. Dus je moet wel nog steeds weer wat kunnen herstellen in die periode dat je niet knetterhard. Dus dan heb je gewoon een iets andere rust en dan is het wel rustiger dan de echte interval, maar niet echt niks doen. Ja, helder. Ik zeg, we gaan hem concluderen, afsluiten. Laat ik tegen iedereen zeggen, blijf vooral helemaal luisteren tot het eind, want dan hoor je zo onze eerste slimmer presteren tip voor op je werk. Maar nu even terug naar de intervaltraining. We hebben geleerd, super gezond. Dus voor alle inactieve collega's, alle mensen die weinig sporten, je hoeft niet meteen uren aan het sporten. Begin maar met korte intervallen, 5 minuten, 1 minuut. Van de bank af. Van de bank af is stap 1. Snack-exercises hebben we hierover geleerd, inderdaad. Grote kans. Maar dan stap 2, als je meer serieuzer gaat sporten, zegt Guido Vroemen ook, altijd doen. Minimaal 1 keer in de week intervallen vanwege alle benefits. Waarbij je dus ook zegt, variatie in de duur. Heel kort, lang kort. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Mooi. Nou, en dan mijn tip eraan toevoegen als amateursporter. Als je het nou lastig vindt om dat in je eentje te gaan doen, sluit je aan bij een club waar een trainer staat die bijna altijd dit soort trainingen op de club voorschrijft. Want alle trainers weten dat je dit moeilijk in je eentje doet. Dus ga dat maar lekker bij de club doen, toch? Ja. Bijvoorbeeld met looptrainer Jurgen van Teeffelen. Ja. Ja. Hij is erbij. Okay. Mooi. Gaan we afsluiten. Als je wil reageren op deze aflevering, dan kan dat op een aantal manieren. We zijn te vinden op social media, op Instagram, op LinkedIn en ook nog een beetje op Twitter. Dus ga ons vooral volgen als je dat nog niet doet. Dan vind je daar van iedere aflevering een post. Die kan je liken, daar kan je op reageren, daar kan je rectificaties, vragen onderzetten. Of die kan je naar iemand doorsturen. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering en dus ook van deze een link. Die kun je heel makkelijk kopiëren, rond WhatsAppen, rondsturen of daaronder een reactie achterlaten. Of je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. Nou, dat is een snelle afsluiting, toch? Goed. Alles om maar te zorgen dat je even blijft luisteren. Na die fijne eindtune komt er nog een eerste slimmer presteren tip voor op je werk. Guido, dank voor je inzichten. We gaan volgende week. Tot volgende week, Guido. Gaan we het hebben over lactaat. Iedere week, helemaal aan het einde van de aflevering, delen we nog een tip, uiteraard gebaseerd op wetenschap, om slimmer te presteren op je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie en de voedingsleer. Jurgen, als je nou druk bent op je werk en je hebt heel weinig tijd om te sporten, wat kun je dan het beste doen? Nou, dan zou ik een kopje koffie nemen voordat je gaat sporten. Oh ja? Ja, blijkt namelijk uit een recente studie is dat cafeïne, daar hebben we het over gehad, die kan je natuurlijk je vermoeidheid wat wegnemen, ook tijdens het sporten, maar het zorgt er ook voor dat signaalstoffen die je tijdens inspanning je lichaam aanmaakt, dat versterkt wordt, dat er meer signaalstoffen komen. Bijvoorbeeld lactaat of interleukine 6 in dit geval. Ja. En dan kun je dus op een lager intensieve manier sporten. Een half uurtje was die studie. Lieten ze mensen wielrennen, half uur lang, op een lage intensiteit. En dan keken ze naar die signaalstoffen en dan zagen ze dat die in toenemende mate werden geproduceerd door het lichaam als van tevoren cafeïne was gegeven. En daardoor zou die relatieve korte training van een half uur meer effect hebben. Ja. Slimme tip. Ik pak nog een bakkie. Doe dat.